Dames en heren, jongens en meisjes, en welkom alweer bij de 13e aflevering van de Pokémon Silver Randomized Nuzlocke. Ja, wat hebben we gedaan in aflevering 12? We hebben Lance geholpen om al die Team Rocket Grunts en zo te verslaan in dat huisje waar een radiosignaal vandaan kwam, wat door alle Gyarados, Magikarps evolueerden, Gyarados, weet ik veel allemaal. Best wel bijzonder, en daar hebben we iedereen verslagen. Maar er zijn ook minder leuke dingen gebeurd. Zo zijn wij Sasha Gray helaas verloren. Sasha Gray was onze geliefde War Turtle die helaas doodging door een poisoning. Ik was op weg naar het Pokémon Center, maar helaas hebben we het niet gehaald. We kwamen net één stap tekort, of tenminste, niet één stap tekort. Maar ja, helaas was dat het einde van Sasha Gray. Wel heel erg jammer, terwijl ik even kijk hoe ik mijn touwtjes doe. Zo. Heel jammer, maar goed, we hebben een nieuw team. Een splinternieuw team zelfs. Hier hebben we Yorick de Croconaw. Ik heb iedereen opgetraind tot level 29. Omdat ik weet, we gaan nu naar de Mahogany Gym. En daar is iedereen rond dit level. Dus we zijn niet te overleveld en niet te onderleveld. In ieder geval Yorick de Croconaw die de experience share vast heeft met Bite, Surf, Rage en Watergun. Raoul de Porygon natuurlijk level 29 met Recover, Conversion, Agility en Psybeam. Dan Sandy de Sandslash met Slash, Earthquake, Sand Attack en Poison Sting. Bruce de Hitmonlee met Rolling Kick, Meditate, Double Kick en High Jump Kick. En dan Jeroen de Gengar. Ja, we hebben hem bij het team gedaan. Spite, Meanloo, Curse en Nightshade. En last but not least, Lucifer Charmeleon level 29 met Ember Cut, Rage en Scary Face. Nou, dan heb ik eventjes zitten te bedenken wat we gaan doen. Ik heb eventjes bedacht, hey, laten we eventjes Shadow Ball eventjes geven aan Jeroen. Voor Spite. Ja, ik dacht, welke TM kunnen we nog even leren aan iemand? Ik zal het Zap kennen misschien. Dat kan Jeroen leren en Raoul. Ik denk dat het wel een goede is voor Raoul. Aangezien Raoul natuurlijk Recover, Conversion, Agility heeft. Dan ga ik even denken. Agility wegdoen. En dan heeft Raoul Zap Cannon. Oké dan, maar ik vind het tijd. Het is een goede tijd om deze Mahogany Gym te gaan battelen. Mahogany Gym. Leader Prize, the Teacher of Winter Harshness. Oké. Ja, ik ben natuurlijk een tijdje niet aan het uploaden geweest. Ik ben druk met FC Afkikken. Ik ga op vakantie dit weekend. Dit weekend. Dus vandaar dat ik nu een beetje bulk ga opnemen. Ik wil eigenlijk 3 of 4 afleveringen opnemen. Zodat ik steeds eentje online kan gooien. Als om jullie zeg maar... hoe zeg je dat? Voor jullie zeg maar dat jullie gewoon kunnen blijven kijken. Yorick gaat even een bite doen op deze Octillery. Octillery trouwens een bijzondere Pokémon. Jezus, dat doet echt helemaal niks. Oh shit, Psybeam. Oké, dat doet ook niks. Ik switch even naar Raoul, want Raoul heeft nu natuurlijk Zap Cannon. En ik weet niet of het nou een normal attack is. Oké, critical hit. Of is het electric? Oké, het is electric. Maar we missen, dat is wel een beetje shit. En nog Psybeam, maar als het goed is moeten we die kunnen overleven. Tenzij dit weer een critical hit is. Oké, ik kan wel een Zap Cannon. Kom op, raken. Goed Raoul, heel goed jongen. Maar in ieder geval, ik ben dus best wel druk. En de para als het goed is, yes. Ik ben dus best wel druk en dit is dus aflevering 13. En ik heb een tijdje niet geüpload en ik vind dat die... Oké, gelukkig mist die. Switch even snel naar Yorick om het even af te maken. Met een bite. Oké dan. Yorick wat XP, Raoul wat XP en Yorick nog wat XP. Helemaal prima. Maar ja goed, we hebben dus wat aanpassingen in het team gedaan. Ik ga Yorick trouwens eventjes een experience share afnemen. Ik heb als het goed is ook nog een... Leftovers, die ga ik geven aan Raoul. Maar goed, ik wil dus wat uploaden, zeg maar, zodat jullie gewoon tijden waar ik op vakantie ben, gewoon wat te kijken hebben. Ik wil wel weer het uploaden. Ik zeg elke keer natuurlijk dat ik meer wil gaan uploaden. Maar ja, eigenlijk vergeet ik het steeds. Of tenminste, heb ik eigenlijk geen tijd. Maar goed. De dood van... Ariados. We gaan even switchen naar Lucifer. Maar goed, de dood van Sasha Gray vorige keer, dat was behoorlijk pijnlijk. Dat was echt in het zicht van de haven overleed zij helaas. Dat is erg jammer, maar gelukkig had ik net een Croconaw gevangen, dus die Yorick de Croconaw. En kan die taak prima op zich nemen. Oké.
Want dan zonder water-Pokémon kom je niet zo ver. Eigenlijk het mooiste eigenlijk wat wij nog missen, of tenminste de Pokémon die we echt nog missen, is echt een Electric-type. Daarom was ik ook blij dat ik nu Zapcannon kon leren aan Raoul. Crobat, oké. Okay. Even kijken, ik vergeet trouwens elke keer of we nou in deze generatie zal gebruik maken van Stab. Dus dat is Same Typing Advantage Boost. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel heel kut dat mijn Jorik nu geconfused is. Maar goed, hij doet een Surf. Nou, ik weet dus niet of het in deze generatie al zo is. Maar anders is dit dus een Stab Attack. Dat betekent dus dat je attack van hetzelfde type is als waar je zelf van bent. En dan anderhalf keer zo sterk is. Maar ik denk het haast niet als ik kijk naar hoe... Dus zit je even naar Jeroen. Hoe weinig dit deed. Maar zoals je ziet zijn deze Pokémon nog... Nightshade gooien we er even overheen. Zijn deze Pokémons nog level 24. Maar ik weet dat de gym... Moltres. Shit. Kut. Jorik. Agility. Surf. Oh, shit. Oké, kom op. Dit moet eigenlijk een 1-hit KO zijn. In mijn ogen. Dat zou ik wel relaxed vinden. Oeh. Het gaat waarschijnlijk een 2-hit KO worden. Maar dan moet ik uitkijken. Eigenlijk moet ik even healen. Of heb ik helemaal niks om te healen? Dat zou wel behoorlijk stom zijn. Dat is behoorlijk stom van mij. Switch even naar Lucifer. Lucifer is ook vuurtype. Dus mocht er een vuurattack komen, dan kan hij dat gewoon hebben. Wing attack. Een wing attack van een Moltres level 25. Eten we dat op? Dat eten we op. Doe maar cut. Oh, shit. Oké, die cut. Dan is in ieder geval die Moltres shit. Sandy dan. Oh god, die is zeker ground. Daar is zeker wing attack super effective tegen. Oh, dat valt juist helemaal mee. Een Ember, dat kunnen we ook hebben. En een Slash. Oké, okay. Jorik wat XP, Sandy wat XP, Jeroen, Lucifer. Zo'n beetje iedereen wat XP en een Pidgey. We blijven er even in. Een Slash. Oké, okay. Raoul, doe jij dan maar even een Psybeampje. En dan is deze battle over. Dan ren ik wel eventjes snel naar die andere stad toe. Ik weet niet meer welke stad het ook weer is, maar ik moet wel even wat healing items hebben. Want ik ben als de dood dat we weer een paar doden hebben deze aflevering. Dat zou ik erg kut vinden. Snel healen. Oké. Okay. Dat is wel het voordeel van toen ik Pokémon Blauw deed, toen had ik die versnelknop niet. Toen moest ik dus echt tergend langzaam lopen. En nu kan ik gewoon af en toe... Zo in één keer naar het water toe rennen. Omhoog, omlaag. Hop, naar beneden. Hup, weg. Maar, nee, wat wil ik zeggen? Ik ga dus op vakantie. Nou ja, op vakantie. Ik ga naar Texel dit weekend. Even lekker uitwaaien. Ik hou niet zo heel erg van... Hier doen we 31 van. Hier doen we er 4 van. Hier doen we er 4 van. Ik hou niet zo heel erg van warmte. Dus ik... Weet je, en ook... ook van die jongere vakanties. Dat heb ik allemaal wel gehad. Ik word volgende week namelijk 26. Volgende week vrijdag. En dan, dan ben je eigenlijk wel een beetje te oud voor Nablanes, Gersonisos en al die andere Lorette Mar. Daar ben je dan wel een beetje te oud voor. Wat is Gina? Ik heb geen tijd voor jou. Doei. Maar daar word je wel een beetje te oud voor, dus vandaar. Maar ik speel eigenlijk ook nog Pokémon. En soms wordt mij ook nog wel eens verweten van, joh, weet je, je bent bijna 26 en je speelt nog Pokémon. Maar voor die mensen zou ik willen zeggen, fuck jullie. Want Pokémon is gewoon awesome. Heel veel zin in Pokémon Sun en Moon heb ik ook. Ik zweer het. Ik vind die Alolan forms, die vind ik echt heel tof. Die Executor, die vind ik echt heel gaaf. En eigenlijk... Oh, een Entei. Oh. Oké, okay, doe maar een Surf. Je bent als goed, dus... ik weet dus niet of je Stab Attack hebt, maar... Succes. Maar, Pokémon Sun en Moon, ik heb er heel veel zin in. Die Alolan forms vind ik heel vet. De nieuwe Pokémons vind ik tof, maar ik vind ze ook een beetje lame. Ik vind die ene... Is dit een crit? Yes! Critical hit. Oké, down. Yes. Ik vind die ene vooral heel lame. Dat is een beetje die Bug Pokémon. Die Bug elektriciteit Pokémon die op een batterijtje lijkt. Die vind ik echt heel lame. Even kijken. Moet ik nu eens Hypno. Okay. Hypno, dan gaan we even naar... Sandy. Maar die vind ik best wel lame. En ja, ik vind voor de designs van de Pokémon. Je pakt die roze met zwarte beer. Daar ben ik ook niet heel kapot van. Die vind ik er ook een beetje lame uitzien.
Maar ja, goed, dat kan nog, weet je. Dat, weet je, ze hebben toch altijd een beetje van die lieve Pokémons erin. Maar ik heb vooral een hekel eraan als Pokémon zeg maar gebaseerd zijn op... Pokémon gebaseerd zijn op gebruiksvoorwerpen of op eten. Dus ik vind bijvoorbeeld die Pokémon die... Wacht even hoor, ik krijg een telefoon. Sorry jongens, dit is echt heel onprofessioneel tijdens mijn... Maar goed, ik moest even een bericht typen. Maar, nee, ik vind bijvoorbeeld... Je hebt die ik weet niet eens de naam, maar je hebt die Pokémon die gebaseerd is op een vanille-ijsje bijvoorbeeld. Die vind ik echt verschrikkelijk lame. Ik vind die Klefki vind ik echt verschrikkelijk lame. Die gebaseerd is op partij sleutels. Dan heb je nog... wat heb je daar nog meer? Je hebt dat zwaard, die Hedge. Nog wat. Die vind ik echt dom. Ik vind sowieso al die dingen die gebaseerd zijn op... Dat, ik weet niet, man. Hun nu al? Level 30 nog maar. Oké. Okay. We hebben Final Evolution Jorik alweer te pakken. Jorik de Frelligator. Lekker dan. Nice. Wacht even, jongen. Ik moet even dit berichtje aftypen. Het is echt verschrikkelijk dom. En verschrikkelijk slordig dit. Maar het spijt me. Ik neem jullie uiteraard serieus. Maar volgens mij hebben we alle trainers gehad. Dus dan gaan we maar naar Price toe. Sorry jongens, nu ben ik echt klaar met typen. Excuseer. We gaan naar Price toe. Price is een opa. Pokémon have many experiences in their lives, just like we do. I too have seen and suffered much in my life. Since I am your elder, let me show you what I mean. I have been with Pokémon since before you were born. I do not lose easily. I, Price, the Winter Trainer, shall demonstrate my power. Oké, okay. Dus we gaan het opnemen tegen Price. Het is een hele random aflevering, ik weet het. Ik zit gewoon te typen tussendoor, ik zit met mijn telefoon. Excuses voor mijn gedrag, maar dat... ja. Sorry. En Price begint met een Venusaur. Oh, kijk hem staan, jongen. Jorik. Jorik gewoon als een fucking Verelligator. Ja, man. Nice. Ik ga even kijken. Ik heb twee goede dingen. Ik kan eventueel Sandy kiezen, want Sandy die kan gaan voor een Earthquake, wat super effectief is. Lucifer kan eventueel gaan voor een Ember, wat super effectief is. En ik heb Raoul met een Psybeam. Maar ik switch even naar Lucifer, denk ik. Want ik wil Lucifer eigenlijk ook wel in de hoogste evolutie hebben. Ah, shit. Poison Powder. Dat is jammer. Even een Embertje. Maar ik wil eigenlijk ook, ik heb best wel zin om een Charizard te hebben. Ik had natuurlijk eigenlijk ook de hoop, oh, critical hit. Ik had eigenlijk ook de hoop om een Blastoise uiteindelijk te krijgen. Maar ja, die hoop, die werd al snel. Dan is het wel goed dat ik Sandy niet gekozen heb, want Sandy had een Razor Leaf niet kunnen hebben. Wel een critical hit. Maar, wat ik zeggen wil is dat, ja, ik had graag een Blastoise gewild. Maar ik heb, Charizard vind ik ook prima, maar Charizard heb ik al gebruikt in de Pokémon Blauw Nestock. Dus dat vind ik best wel, dat ja, vind ik toch wel jammer. Lucifer wat XP, huppakee. En ja, een Blastoise had ik toch best wel tof gevonden. En niet de Reno, maar nu ga ik switchen naar Sandy. Want Sandy kent natuurlijk Earthquake en volgens mij is dat super effectief tegen Nidorino. Nidorino, level 29, dat is niet gek. We gaan kijken wat deze Earthquake doet. Deze Earthquake doet ongeveer. Oké, okay, one hit KO, super effective, nice. Heel nice, Sandy flink wat XP. En Leader Price is een Crobat, de laatste. Dan ga ik switchen naar Raoul. Raoul is sowieso een goede match tegen deze Crobat. Heeft namelijk... die heeft namelijk Psybeam, wat super effectief is tegen de Poison kant. En volgens mij is het ook... Ik ga voor de Zap Cannon. Ah shit, Confuse Ray. Ik ga voor de Zap Cannon, want het is namelijk een standaard Paralyze. Dus dan is deze Crobat ook meteen geparalyzed. En hij is part flying. Dus volgens mij is het ook nog super effectief. En Zap Cannon is volgens mij wel een vrij goede attack. Maar dat moeten we niet missen. En dat doen we wel. Nog een keer Zap Cannon. Crobat met een wing attack. Dat gaat wel een beetje pijn doen, denk ik. Zeker zo'n critical hit als dit. Oké, Raoul, alsjeblieft. Raak jezelf niet. Oké, Zap Cannon. Raak je hem? Yes. Oké, dan. We moeten hem hebben, denk ik. Deze Crobat. In ieder geval de Para.
Oké, dan. Kijk, nu kan ik twee dingen doen. Ik kan natuurlijk een super poison gaan gebruiken op Raoul. Ja, dat denk ik wel dat ik dat ga doen. Even een super potion gebruiken. Want ik wil eigenlijk dat Raoul deze Crobat gaat verslaan. Want volgens mij kan hij dan ook meteen evolueren. Volgens mij evolueert Raoul ook al bijna. Want ik heb het even opgezocht. Of tenminste, of het was... Ik weet niet meer of ik het nou opgezocht had of dat een van jullie dat had gezegd. Maar inderdaad, Porygon 2 is een aparte... Oeh, shit. Porygon 2 is natuurlijk een aparte Pokémon. Of tenminste, is een evolutie van Porygon. Het is niet zo eentje dat het een aparte Pokémon, een aparte losse Pokémon... Nou ja, in ieder geval, hij zit ook in de tweede generatie. Dat is dat staat in ieder geval vast. Fully Paralyzed, yes, dat hadden we nodig. Leftover Recover en nog een Psybeam. Kom op, uit de Confusion nu, Raoul. Fuck. Raoultje, jongen. Jezus. Wat duurt deze battle onnodig lang? Nu moet ik namelijk weer een Super Potion gebruiken. Want ik wil Raoul niet verliezen. Want als Raoul een Porygon 2 is, verandert hij qua typing niet, volgens mij. Zover ik weet. Ah, fuck, een Hyper Potion. Oké. Wat gaan we doen? Gaan we Psydeam gebruiken of Zapcannon? Ik ga eerst nog voor een Zapcannon. Yes, we zijn niet meer geconfused. En de Zapcannon landt. Dat is lekker. Dat is lekker. Yes. En nog steeds de para. Fully paralyzed, yes. Kom op, Psybeam eroverheen. En knallen. Hebben we de vijfde badge binnen? Yes! We hebben de vijfde badge binnen. Lekker. Raoul, hoeveel XP krijg je? Oeh, ah shit. Raoul komt net tekort voor level 30. En volgens mij is dat zijn evolutielevel. Ik weet niet zeker. A leader prize was defeated. Oh, I am impressed by your powers. With your strong will, I knew you will overcome all life's obstacles. You are worthy of this badge. Last God. 2600 euro geld. Gaat meteen naar onze moeder toe. En last received the Glacier Badge. Dankjewel. Dankjewel. En mijn special stats wil ik nog eens geraten. Dus mijn special defense en mijn special attack gaan omhoog. TM16. Ik ben wel benieuwd wat TM16 is. Ik weet het eigenlijk niet. Icy Wind. Oké. Okay. Nou weet ik eigenlijk niet of mijn TM's ook gerandomized zijn. Volgens mij heb ik dat al 6 keer opgezocht, maar ik vergeet het gewoon steeds. Icy Wind. Aan wie zouden we dat kunnen leren? Dat is op zich wel een goede attack. Aan Raoul en aan Jorik? Nee, ik laat het er eventjes bij. Oké, dan. Oh shit, we hebben een poison. Antidote. Oh. Even de antidote op Lucifer gebruiken, want ik wil niet nog een keer een Pokémon aan een poisoning verliezen. Maar lekker jongens, we hebben de Glacier Badge binnen. Dat is dus onze vijfde badge, als het goed is. Huh? Het is onze vijfde badge, maar het is eigenlijk de zevende in de game. Heb ik er dan twee overgeslagen? Dat zou wel een beetje dom zijn, namelijk. Oké. Dat was niet helemaal de bedoeling dan. Maar in ieder geval, we gaan even naar het Pokémon Center. Even snel healen. En dan gaan wij... Even kijken, kan ik hier rechtsaf nu? Rage Candy sold out. Don't bother me, Sunny Boy. Sunny Boy. Oké, dus we kunnen niet rechtsaf. We gaan linksaf. Een Vulpix. Ga weg. Ga weg, ga weg, ga weg. En we surfen... Hou op, Vulpix. Ga dood. Oké. En we gaan door. En we gaan dus even terug naar... dit is... Ik vergeet het ook. Even kijken. Ik ga even kijken op onze Pokégear. Want ik snap het nou niet. Hoe kan ik nou de 7e bachelor hebben? Route 37, 36. Ja. De Tin Tower. Burn Tower. Route 38, 39. Olivine City. Lighthouse. Route 40. Rural Islands. Route 41. Swain and Wood. Oké, dus schijnbaar ben ik de badges heb ik in Olivine City en in Sheenwood City nog niet. Dus we gaan die kant op dan, rustig aan. En volgens mij is het ook, want hier hebben we Morty hebben verslagen. Oké, top. Nou, dan gaan we rustig ons deze kant op begeven. En volgens mij betekent dat we alweer een nieuwe Pokémon kunnen gaan vangen.
want dit is Route 38. Gaan we meteen de bosjes in? Zal ik dit als mijn... Ik ga deze... Oké, ik doe mijn ogen weer dicht, jongens. We gaan kijken wat het is. Volgens mij is het een soort vogel. Denk ik zo'n beetje aan die cry te horen. Is het een Farfetch'd? Het is een Yamma. Godverdomme. Saaie Pokémon. Er zijn geen zak aan, jongen. Kut Pokémon. Ik gooi gewoon meteen Pokéball. Oké, de Yamma is gevangen. Ik had niet zoveel zin om hier aandacht aan te besteden. Ik ga even kijken wie er gereageerd heeft op aflevering 12 van de Pokémon Silver Randomized Nuzlocke. Die een Pokémon verdient. Raptor. Jij hebt nog steeds geen Pokémon. Maar die komt eraan. Maar ik ga je geen Yamma geven. Erik. En Jeroen heeft er een. Rookworst heeft er nog geen een. Ray J. Top voor het reageren op de vorige aflevering. Ik vind Ray J voor een Yamma vind ik eigenlijk wel tof. Of is het een meisje? Nee, het is wel een Ray J. Ray J is goed, man. Ray J de Yamma. Dat vind ik goed. Hoe schrijf je Ray J? Ray J. Nou, Ray J, welkom bij het team. Of tenminste, je gaat wel nog even in de box. Maar je hoort wel bij het team. Ray J de Yamma. Ja, ik vind hem tof. Ray J, bedankt jongen voor het beantwoorden. Niet echt beantwoorden, voor het achterlaten van een comment. Hopelijk heb je ook een duimpje gedaan. Jullie moeten ook natuurlijk allemaal een duimpje doen. Want, Bellossom. Oh, dit was niet zo slim. Dit was zeker niet zo slim, maar hij is dood. Moeder, hou nou eens op met bellen. Maar dit was onze Route 38 encounter. Had beter gekund, maar ja, het is helemaal niet anders. Are you good at training? If you are, could you show me how? Tuurlijk wil ik dat Les Dana. Met je Aerodactyl. Dat is nog wel een vrij... Oh shit, ik had geen bite moeten doen. Dat doet namelijk niks. Oh, doet de helft. Ik vind wel... Waar ik nu wel van baal is dat ik dus nu vreselijk overleveld ben. Omdat ik schijnbaar dus een verkeerde keuze heb gemaakt in de game. Dus er gaat voorlopig geen grinding meer plaatsvinden. Goed, Jorik. Een Gengar. Oké, voor Gengar switchen we even naar Raoul. Raoul, kom jij met een Psyduck door? Dan is als het goed is deze Gengar in één keer verslagen. Maar ik vind het nu dus wel balen. Want nu ben ik dus 12 levels overleveld. Ik denk dat de evolutie er nu aan gaat komen. De Porygon 2. Level 30. Maar ik baal er wel een beetje van. Want ik had het eigenlijk niet... Ik ging er gewoon een beetje van uit. Het verhaal stuurt je in principe redelijk naar rechts. Dus ja... En ik had een comment gelezen dat ik naar de Lake of Rage toe moest. Dus ja, ik dacht, nou ja, dat is wel kut. Nou heb ik dus de 7e gym al verslagen, terwijl ik de 5e en de 6e nog moet. Maar ja, het is niet anders. Zie je, Raoul is evolving. Dus Raoul, daar ga je. Of Raoul, ja. Naar een Porygon 2. Yes! Hij ziet er wel tof uit, man. Shit. Porygon 2. Oké dan. Leert hij nog iets nieuws? Nee, helemaal niks. Mam. Wat vindt mijn moeder? Mijn moeder die gaat heel dag shoppen met mijn geld, jongen. Ik ben wel gek van haar. Even kijken. Jorik, Raoul, Bruce, Lucifer. Ik ga Lucifer even vooraan staan. Want Lucifer, die krijgt weinig screentime, maar die verdient wel wat meer. Zo'n Yamma, die moet hij namelijk in principe in één keer dood kunnen maken. Inderdaad. En zo'n Paris ook. Dus dat gaat goed. Even deze trainer. Let me try something I learned today. Oké, ik ben benieuwd wat je vandaag geleerd heeft. Ben je naar school geweest? Heb je gewerkt? Heb je een cursus gehad? Vertel het me schoolboy chat. Maar ik denk dat je naar school bent geweest. Getuige je naam. En een Dunsparce. Oké, dat is een ground type. Normal is dat. Dat is trouwens een normal typing. Ember. Oké, nog een Ember. Defense Krill en nog een Ember. Ik had niet te veel zin om te lang stil te staan bij deze Dunsparce. Even kijken. En dan hebben we hier nog een trainer. Hi, aren't you a cute trainer? Oh, dank je. May I see your Pokémon? Oké. Cheesy. Maar dat mag. Tuurlijk mag dat. Beauty Valerie. En kom jij maar met je... Oh, met je Mew. Nou, gelukkig level 17. Dus in principe moeten we die wel kunnen verslaan.
Transform, oké. Okay. Dan switchen we snel eventjes. Ja, het is lullig, maar switchen even naar Yorick. Want het is nu toch een Charmeleon geworden. Dus dit is super effective. Mew verslagen, Yorick. Poliwag. Wie hebben we voor Poliwag? We hebben niet echt iets meer tegen water Pokémon. Maar we switchen gewoon even naar Jeroen. Jeroen, Shadow Ball. Come on. Lekker, Jeroen. Jeroen altijd met die grote glimlach, terwijl hij gewoon achter elkaar Pokémon's killt. Het heeft een bepaalde naargeestigheid. Maar eens even kijken, we lopen door. Hier kunnen we niet doorheen. Want volgens mij lopen we nu langzaam aan. Let me see what your Pokémon are capable of. Oké. Okay. Psychic Norman, kom jij maar lekker met je Bellsprout, jongen. Dat is precies wat wij nodig hebben. 1-hit KO, level 30. En een Ivysaur, nou, nog beter. Nog een 1-hit KO. Flink wat XP voor Lucifer. Dat gaat de goede kant op. Lucifer straks richting een Charizard. Dat zou toch wel erg tof zijn. Would you mind if I bragged about my Pokémon? Nee, natuurlijk niet. Pokéfan Derek. Vertel lekker over je Pokémon. Die sprite van dat kindje is wel super schattig, man. Ja. Oké, okay, Steelix. Nou, dat is ook geen partij, want Steel-typing is helaas slecht tegen vuur. Oké, dan. Such darling Pokémon, let's show our Pokémon together at the same time. Oké, okay, Pokéfan Ruth. Kom jij met je Kakuna, een embertje op je moer en je Pokémon zijn alweer dood. Ik vind het lullig voor je, maar het is niet anders. Dus welke route zijn we nu? Want dan kunnen we kijken of we hier een Pokémon kunnen vangen. En we zijn in route 39, dat betekent dat wij hier weer een Pokémon kunnen vangen. Ik ben benieuwd wat het is. Killing Raptor, luister, deze Pokémon wordt naar jou vernoemd, wat het ook is. Al is het een fucking Weedle of een Magikarp. Hij wordt naar jou vernoemd, ik zweer het. Oké, ik doe mijn ogen weer dicht. We gaan weer kijken wat het is. Dit is weer een Porygon. Ja, oké. Okay, dat kan dus niet. Oké. Okay. We gaan weer doorlopen. Voor deze Pokémon. Ik doe mijn handje even voor mijn ogen. Loop ik nog wel in het gras? Ja. Deze duurt te lang. Ah, kom op, man. Ik wil even Pokémon tegenkomen. Ik wil Killing Raptor nog even zijn Pokémon gunnen in deze 13e aflevering van de Pokémon Silver Randomized Nuzlocke. Kom op. Oké, okay, oké. Okay. Ogen weer dicht. Is het een Gyarados? Het is een Onix, oké. Okay. Ja. Oké, okay, een Onix. Ja, ik ga gewoon meteen ballen gooien. Dat is wel jammer. Deze Pokémon zijn allemaal zo redelijk laag level dat ik dus nu eigenlijk niet meer echt moeite hoef te doen om ze te vangen. Ik kan gewoon... Oeh, nu ga ik wel even uitkijken. Switch me naar Jeroen. Pack. Great Ball. Oh, wat een hoop nieuwe Pokémon's hebben we dan, hè? Dan hebben we de Rayjay, de Yanma, dan hebben we straks Killing Raptor, de... Oeh, ik moet er even uitkijken. Doe maar Sandy. Maar dan hebben we dus Raoul is geëvalueerd, Yorick is geëvalueerd. Dan hebben we Rayjay, de Yanma. Oeh. Ik gooi bijna gewoon... Oei, heavy ball. Hij is wel zwaar denk ik hoor, zo'n Onix. Het is gewoon natuurlijk puur stenen. Dus misschien kunnen we wel vangen met een heavy ball. Dat is 1, dat is 2, dat is 3. En inderdaad, de Onix gaat in de heavy ball. Nou, Raptor, deze is voor jou. Ja, het is wel een vrouwtje, maar... Sorry Raptor, ik heb het gezegd. Killing Raptor is te lang. K-I-L-L-I-N-G. Ja, Killing Raptor is te lang. Dus Raptor, hier is jouw Pokémon. Dit is een Onix geworden. Ik vind Onix wel echt heel tof. Ik heb natuurlijk met de Onix gespeeld in de Pokémon Blauw Nuzlocke. Met Ron Jeremy, de Onix. Die vond ik heel tof. Maar goed, dan denk ik dat wij nu hier, na deze trainer tip over Headbutt gezien te hebben, gaan stoppen met deze aflevering. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga proberen vanavond nog wat meer afleveringen op te nemen. Ik kan niks beloven. Vergeet niet even een duimpje te doen. Even te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hopelijk zie ik jullie dan weer bij aflevering 14 van de Pokémon Silver Randomized Nuzlocke. Dank jullie allemaal voor het kijken.